Aan boord gaan van de Love Boat en via interactieve opstellingen ervaren wat onderzoek naar verliefdheid, seks en liefdesverdriet inhoudt. Dat staat te gebeuren als het team van Love to Know van UMCG en Rijksuniversiteit Groningen de Landelijke Academische Jaarprijs wint. Die wordt binnenkort uitgereikt aan het team dat op de beste en leukste manier wetenschappelijk onderzoek onder de aandacht brengt van een breed publiek. Het team bestaande uit studenten is één van de drie finalisten van de Academische Jaarprijs. Wat is nou liefde? Bestaan vlinders in de bui? Kun je op meerdere personen tegelijk verliefd zijn? Zit het orgasme tussen de oren? Waarom doet liefdesverdriet eigenlijk zo'n pijn? Allemaal prikkelende vragen. En in ons onderzoek zijn we op zoek naar de antwoorden op deze vragen. Daarvoor gebruiken wij bijvoorbeeld een MRI-scanner. En we willen graag de kennis die we hebben opgedaan in ons onderzoek delen met het grote publiek. En ook willen ze laten ervaren hoe het is om wetenschappelijk onderzoek te doen. En daarom, als wij de Academische Jaarprijs winnen, gaan wij het hele land door met interactieve opstellingen om iedereen kennis te laten maken met het doen van onderzoek naar onderwerpen als liefde, seksualiteit en liefdesverdriet. Wij komen naar jullie toe.